Mooi mooi mensen, welkom op No Man's Land, waar wij momenteel bezig zijn met het maaien van de tweede snee gras alweer. Ik wou graag de manure bunker, zodat wij het gras konden omzetten tot manuur. Ja, gras en manuur. Ja. Stro gaat er ook in. En als het goed is, heb ik hem erin staan. Ik weet het niet zeker, maar ik geloof het wel. Ja, een beetje minder geluid. De lavelden zijn onder kalk. En we hebben daar op de achtergrond hebben wij de eerste dierenstallen staan. Ook die hebben natuurlijk hooi en stro nodig. Dus ja, daar moet ik ook nog even snel achteraan. Ja. De GPS zit niet helemaal op lijn, ik weet het. Maar hij doet het. En hij maakt mooie rechte lijntjes. Dus is niet zo heel erg. Als we de grote kronenmaaier hebben, ja, dan kunnen wij hem precies aanpassen op de breedte zoals wij rijden. Maar met deze is het een beetje moeilijk, omdat er een aanhangsel achter zit en iets voor zit. En ik nog niet precies weet hoe al de GPS werkt natuurlijk. Hoe? Einde van het veld. Dus ja, dat is ook nog een dingetje. Zolang ik niet precies weet hoe alles werkt. Probeer ik het. Gaan we roeien met de riemen die we hebben. Nou, gelukkig hebben wij daarvoor gewoon een trekker. Die gewoon recht vooruit rijdt. Op GPS. Het gaat al steeds beter. Ik zit me alleen te bedenken, ik kan helemaal geen hooi maken. Nee, om hooi te maken hebben wij natuurlijk een schudder nodig. En zo langzamerhand worden er komen er steeds meer potjes in. Want ja, ik heb voor mijn eigen kaart natuurlijk een veel betere, leukere, mooiere schudder. En niet voor deze kaart. Beetje. Ja, die lijn moet je hebben. Ja, goed zo. En gas ze maar. En natuurlijk blijft er een klein rottig streepje staan. Ja. Dat is. Ja. Ik had hem ook opzij kunnen gaan zetten. Ook daar ben ik achter. Met Alt, Page Up en Page Down kun je de lijnen van links naar rechts zetten. Maar daar heb ik nou even niet bij stilgestaan. Dus ja. Hoppa. Het laatste stukje nog even. En dan hebben wij het gras er weer af. Dan zal ik vervolgens even de materialen wegbrengen. Die eigenlijk hier ook best wel hard kunnen blijven staan. Ja, ik moet de velden gaan bemesten. Stefano heeft gisteren al heel mooi de velden onder het kalk gestrooid. Yep.
die eraf. Dus de velden zijn al meer mooi wit. En ja. Daar moet straks ook een beetje mest op. Ik weet, we hebben nog een beetje mest staan. Maar we moeten ook nog zaaien. En ja, dan hebben we toch weer van alles nodig. Ook de mest. Dus vandaar dat ik denk van de manuurbunker. En als het goed is, alleen als het goed is, hebben wij die erin. Kijk, daar staan de manuurbunkers. De opslag. Deze bunker maakt mest. En de grote bunker maakt... Volgens mij maakt die kalk. En ja, aangezien kalk altijd zo duur is. De zweler. Die had ik toch nog. Nee, die had ik nog niet. Ja, dan moest ik die. Ja. Ik vind getrokken. Is leuk, maar hij kan het gras toch vrij ver weggooien. En het is een beetje jammer. Deze is een stuk korter, een stuk kleiner. En deze is veel te klein. Deze gaan we doen. En aangezien ik maar één grotere, snellere trekker heb, gaan we hierin ophalen. Daar hebben we de... de boompjes beginnen al te groeien. Kijk eens. Dat is mooi. Er staat één boompje verkeerd, maar dat is niet zo heel erg. Daar komt... ja, wij gaan natuurlijk ook geld maken met de bomen. En dat kunnen we het beste doen door zelf ook bomen aan te planten. Anders hebben we straks veel te weinig boompjes overal. Dus ja, zelf bosjes aanmaken en zagen maar. Hier hebben wij een koeienstal. Och ja, dit is de koeienstal. Hier komt dus ook de koeien straks in, als wij alle materialen ervoor hebben. En dat hebben we nog lang niet. Hier hebben wij de paardenstal. Kijk, daar staan de paarden leveren ook altijd geld op. Maar ook hier heb ik nog niet alle materialen voor. En hier gaan we tussendoor. Hier hebben we de schapenstal. Daar kunnen wij dus, hier komt de wol te staan. En wol levert ook altijd veel geld op. Dus daar gaan wij achteraan. Varkensstal heb ik nog niet. Heb ik nog niet neergezet. Of die er komt, weet ik nog niet. Maar misschien ook wel leuk om hier ook nog even een varkensstal neer te zetten. En dan hoop ik toch dat wij wel genoeg mest hebben. Voor de tijd dat wij... gaan doen, dacht ik zo te denken. Ja, naar de weg. Er zitten een paar wegen in het veld, in de map. En de meeste wegen zijn nog allemaal onder het gras. Maar van ver af, hoog af, kun je ze ongeveer een beetje zien. Daar loopt een weg. Beetje moeilijk te zien, en daar loopt wat weg. Dus ze zijn er. Ze zien er alleen niet allemaal uit zoals deze. De schudder staat er. En natuurlijk zit ik nou te denken. Wij moeten straks natuurlijk ook pakjes gooien. De Global Company heeft gevonden. Kant als stro.
Want we kunnen het in ronde balen doen of vierkante balen. Ja. Ja. We gewoon op vierkante balen gaan. 40 horsepower. En die heeft niet zoveel nodig. En dan kunnen wij zo met die grote balenstapelaar. Kunnen wij alles in principe op gaan halen. We hebben ook een ronde balenstapelaar. En een ronde inges. Maar als ik gras zou willen doen. Dan moet ik dus al deze kopen. En die kopen. Ja, dan is deze goedkoper. En nou kan ik met deze ook de folieverpakker uitzetten. Dat weet ik nog. En dat ligt er natuurlijk ook aan. Daar staan ze. Heb ik nog meer? Ik ga toch nog meer schuren. Haal opslag. We hebben er een ontzettend veel decoratie in staan. Kassen. Nee, niet meer in staan. Oké. Dus het is alleen de Clover Company baalopslag. Die heeft een missing functie. Hier gaan 434 in en 600 in. Wij gaan voor de ronde. Ja. Dan weet ik niet of wij deze ook de folie kunnen uitzetten. Maar daar komen wij gewoon genoeg achter. Eerst de schudder. En dan gaan wij hem ook meenemen. Kijk, en daarvoor nemen wij dus geen getrokken. Anders hadden wij maar één ding mee kunnen nemen. En nou kunnen wij twee dingen meenemen. Goed, F1. Palenpers inschakelen. Palenpers uitklappen. Oh, dat is. Dat hebben we gedaan. En volgens mij kunnen wij hem niet uitzetten. Dat is dan wel weer een beetje jammer. Dus voor de grasbalen. Ja, veel grasbalen hebben wij niet nodig. Maar zullen we grasbalen maken, dan zullen we even een andere boete inhuren. En dat is ook toch niet zo heel erg. Zo. Hebben wij genoeg opslag? Hier staat ook nog geen schuur bij. Voor de bomen. En dat hebben wij eigenlijk wel nodig, hè? Ja. Hier staan wat benen. Eigenlijk dode plek.
Eigenlijk moeten wij daar ook in. En. Met deuren? Of zonder? Met deuren is eigenlijk best wel mooi, hè? Ja, met deuren is mooier. Dus wij gaan eentje met deuren nemen. En die komt dan hier te staan. Nou hebben wij hier een blueprint waar ik niet weet wat voor of achter is. Maar ik kan hem draaien. En nou zie ik daar vooraan zie ik een groen puntje komen. Dat is dus de voorkant van de schuur. We zijn hier aardig netjes. Kijk, want het moet wel zo goedkoop mogelijk. €28.000. Daar zetten we neer. Die gaat terug. Dan hebben ze ook nog een beetje raad nodig. Ja. Dan kan deze. Die wil even wachten. En dan gaan wij met deze, gaan wij de schuur er neerzetten. Dan zou je denken, met deze? Nee, zonder. Even draaien. Ja. We zitten weer achter. Dit is de schuur. En de arbeiders zijn aanwezig. Die gaan aan het werk. Let op, hè. Let op. Daar komt de schuur. Er zijn hele snelle arbeiders. Mini kaboutertjes die alles op kunnen pakken. En alles is er. En de schuur is er. Met verlichting. En deuren. En zon. En de verlichting weer uit. Hartstikke mooi. Is toch mooi zo? Mooie schuren. Mooi pak. Zit van alles op en aan. Een heleboel dingen er rondomheen. Oeh, osjes. Ja, ik vind hem heel erg mooi. En ook dat ze er zoveel in hebben gezet, ja. Goed. Ik ga het schudden. Mensen. Ik dank jullie voor het kijken. Wie wil dit nou zien? Schudden. Ik dank jullie voor het kijken. En hopelijk allemaal tot de volgende keer. Doe het rustig aan. En een hele prettige dag toegewenst. En subscribe als je zin hebt. Duimpje als je zin hebt. Vragen en opmerkingen en alles mag onderin. En ik hoop jullie allemaal de volgende keer weer te zien of mee te spelen op deze multikaart. Hey, mooi.